en ik ben er best wel mee gepest vroeger. Dus dat is iets waar ik gewoon best wel zeker over werk. Ik voel me eigenlijk niet heel veel beter. Hier moeten we het mee doen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is woensdag en ik werk vandaag een dagje thuis. En ik dacht, ik vermoed dat het een beetje een saaie video wordt. Ik heb een hersenschudding gehad en daarna corona. Dus ik ben al wel dingen weer aan het doen. Ik ben op zich wel weer beter. Ik wilde vanochtend sporten, maar ik merk toch dat het nog een beetje veel is. Dus ik vermoed dat ik gewoon nog een dagje rustig aan doe thuis, gewoon wel werken en tussendoor misschien zelfs nog wat slapen, ik weet het niet. Maar ik dacht misschien is het leuk om dan toch even iets te laten zien. En ik vond het heel leuk toen Irene haar skincare routine liet zien. Ik voel me echt een beetje zo'n moeilijke influencer die heel ongevraagd nu de skincare routine laat zien. Maar goed, misschien vind je het heel leuk en anders dan kan je er gewoon voorbij skippen. Dus dat ga ik doen. En ik denk... Ik vermoed dat ik heel veel commentaar op mijn haar ga krijgen, want dat heb ik de afgelopen tijd heel veel gehad. Het is nu blond. Ik weet niet goed wat ik ervan vind. Je kan wel zien, het begint alweer een beetje zo donker doorheen te komen. Dat gaat heel snel, sowieso groeit het snel, vind ik hoor. Mijn plan is nog om er nog een aparte video over te maken. Juist omdat er heel veel opmerkingen en commentaren over waren. Dus ik denk dat ik er voor nu even niet heel veel meer over ga zeggen. Ik ga gewoon beginnen met mijn gezicht schoonmaken. Nee, ik ga beginnen met tanden poetsen. Dat ga ik doen. Yes. Ik heb een best korte routine, denk ik. Het is ook al lang wel een beetje hetzelfde. Ik heb een tijd geleden, toen ik begon met praten, heb ik heel lang... bij verschillende bodycare, skincare-achtige bedrijven gewerkt. Ik heb ook een tijdje als, hoe zeg je dat, skincare advisor heb ik gewerkt. Dus ik heb allemaal trainingen gevolgd en ik weet best wel veel over de werking van bepaalde dingen op de huid. En ik vind dat heel leuk. En toen had ik ook een hele heftige routine en heel veel dingen. En ik ben daar een beetje van afgestapt. Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar ik heb geen zin meer om urenlang in de badkamer te staan. Dus meestal wat ik 's ochtends gewoon doe is ik reinig mijn huid met echt een simpele cleanser. Ik heb nu de Balea Ultra Sensitive. Die heb ik in Duitsland gekocht. Het enige waar ik eigenlijk op let nu met dit soort dingen is dat, dat ze gewoon heel mild zijn. Dus meestal zit er geen parfum in, want ik merk dat mijn huid daar best wel op reageert. Ik heb ook best wel last van eczeem. Ik heb toevallig een beetje zo'n plekje. Kan je natuurlijk net niet zien hier. Dus daar heb ik een aparte crème voor van de huisarts dermatoloog. Meestal gebruik ik ochtends gewoon een serum en een crème en zonnebrand. Maar ik ben ook een beetje dingen aan het opmaken. En ik heb nog een klein beetje toner. Propolis Synergy Toner van het merk Cosrx. Dit is trouwens echt, ik vind het zo'n fijn merk. De camera niet. Ja, het is een Koreaans merk. En dat is ook waar ik de laatste keer heb gewerkt met een Koreaans skincare bedrijf. Dus heel veel dingen die ik heb, die komen of uit Korea of uit Japan. En mijn routine trouwens niet zo heel veel op het moment, maar ik heb ze nog wel. Dan ga ik een serum doen. Ik gebruik nu deze. Dit is de Bouffé, spreek je dat uit denk ik.
Maar dan met copperpeptide erin. Dus deze is blauw en niet transparant. Dan ga ik een beetje van deze gebruiken op mijn ooglid. En voor overdag heb ik er twee waar ik uit kies. Ik heb deze. Dit is een Japanse, geloof ik. En dit is de CeraVe lotion. En die kies ik vandaag. Want deze is iets lichter. En het is best warm. En ik doe ook nog een zonnebrand op dadelijk. Wel echt het nadeel van katten. Als je iets op je gezicht smeert, er zit echt direct overal haar op. Ik gebruik overdag twee zonnebrands. Omdat ik reageer heel snel in mijn ogen op heel veel producten. Dus dan krijg ik traanogen en helemaal dikke oogleden. Echt van die zo'n hooikoortsreactie. Dit is een van de weinige die ik op mijn oogleden kan hebben. Dit is een Japanse, geloof ik ook. En op het moment gebruik ik voor mijn gezicht deze. Deze is echt super goedkoop. Deze was geloof ik 6, 7 euro. Chemische zonnebrand. Hij is niet veganistisch als je daarop let. Er zitten bijenwas in. Hoe die onder make-up werkt, weet ik niet. Want ik draag niet heel veel van make-up. Ik heb wel toevallig afgelopen week de serum foundation van The Ordinary besteld. Qua make-up doe ik niet heel veel. Ik heb deze Anastasia Brow Freeze. Maar ik heb het idee dat ik het niet helemaal goed doe. Ik heb tutorials gekeken hierover. Maar wat ik altijd heb met dit soort dingen, dan thuis dan lukt het ofzo. Maar als ik dan zeg maar een uur later in de spiegel kijk, dan is er gewoon niks meer van over. Dan is het gewoon weer mijn normale wenkbrauw. Dus ik weet niet zo goed hoe mensen dit doen of dat ik te weinig gebruik. Ik weet het niet zo goed. Ik weet ook niet zo goed of ik het mooi vind bij mezelf dus. Misschien is het ook niet zo erg als het niet blijft zitten. Vroeger stond ik echt heel lang in de badkamer. Maar gewoon ook omdat ik best wel onzeker was. Dat ik alles soort van perfect moest doen, denk ik. Dus dat ik gewoon heel erg een idee had hoe ik eruit moest zien. En als het niet lukte of als ik daar een beetje van afweek, dan moest het allemaal opnieuw. Dat was echt zo'n gedoe toen. En ik had ook altijd make-up mee naar school. Als ik nerveus ben of ik ben druk of zo, dan wordt gewoon mijn gezicht rood en warm. En ik ben er best wel mee gepest vroeger. Dus dat is iets waar ik gewoon best wel zeker over werd. Dus ik had gewoon best veel foundation op en ook mee naar school. En dan ging ik dat bijwerken. En als ik dan merkte dat ik rood werd, dan moet ik het ook weer bijwerken. Of dan moest ik kijken of het wel goed ging. En ik was er gewoon echt wel veel mee bezig vroeger. Gewoon wanneer het gaat over een eetstoornis, dan voor mij ging het vooral om gewoon dat stukje onzekerheid en niet kunnen accepteren dat je ook imperfecties hebt of zo, denk ik. Dus dat je constant alles wil verbloemen en dat was vooral heel uitputtend voor mij. Ja, dat voelt een beetje gek als ik dat allemaal vertel terwijl ik mijn make-up doe. Maar ik heb nu bijvoorbeeld al heel lang dus geen foundation meer gedragen. En het voelt dus ook gewoon onwennig dat ik dat heb besteld. Maar ik vind make-up ook gewoon leuk. Het is niet alleen... toen gebruikte ik het echt om mezelf eigenlijk te verbergen. En nu vind ik het gewoon leuk om gewoon iets anders te doen. Om gewoon te kijken wat gebeurt als ik dit doe, wat gebeurt als ik dat doe. Dat vind ik gewoon leuk nu. Ik merk dat het me gewoon veel meer vrijheid geeft. Als je jezelf erin wat meer durft te accepteren en kan accepteren. Maar goed, dat is ook een heel proces natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Of jij make-up gebruikt en van hoe lang ben je ermee bezig. En durf je ook zonder make-up naar buiten? Dat is wel interessante vragen. Oh, dat is Fiep. Ik heb net de katten eten gegeven, maar ze hebben van die schokbakken.
En eigenlijk zijn die voor honden. Dus de laatste beetjes, die krijgen ze er nooit echt uit. Eigenlijk moeten we die bak omgooien. Maar we gaan binnenkort op vakantie. En ik wil eigenlijk niet dat iemand die op de katten past gewoon 10 minuten moet blijven om daarna die bak om te draaien. Hi, hoe is die hier? Ja, daar zit het nog in, hè? Ja, ik moet het omdraaien voor je. Wacht, zal ik hem gewoon losgooien in de kamer? Dan heb je feest. Hi, nee, je zus moet bij je zijn. Jij bent oké. Okay. Ja. Jij hoeft niks. Fiep, die moet dus 2 keer per dag medicijnen. Ik geloof dat ik daar wel iets over heb gedeeld een tijd geleden. Zij heeft een tijd lang een blaasontsteking gehad, wat uiteindelijk stress bleek te zijn. En dat triggerde iets dat heet FHS, Feline Hyperesthesia Disorder of syndroom. En voor haar betekende dat ze een soort aanvallen had, waarbij ze haar eigen staart aanviel. En dat werd uiteindelijk heel heftig, dat we ook dachten dat er een stukje geamputeerd moest worden, maar dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Maar ze heeft daar dus nu medicijnen voor, omdat dat schijnbaar een neurologische aandoening is die niet meer overgaat. Het is gewoon heel angstig, het is eigenlijk heel verdrietig. Maar met die medicatie gaat het goed, maar die moet ik haar dus nog wel even geven. En dat vindt ze helemaal niet leuk. Ik geloof dat ze hieronder zit. Ja, ach, poesje. Dag, Fiepsie. Dus dat is elke ochtend en avond even een dingetje. Het duurt nooit heel lang. Meestal komt ze ook, uiteindelijk komt ze gewoon vanzelf. Maar ik vind het gewoon zo sneu dat ze dan dat zo niet leuk vindt. Dat ze helemaal gaat verstoppen en dat ze dat al weet. Dus dit spuitje, dat moet ik in haar bekje doen. Dus ik ga er even lokken. Hi, mesje. Ben je weer ingetuind? Hi, liefie. Ach, zo vervelend, hè. Zit er weer in, poesje? Goed gedaan. Ik ga zo werken, maar ik wil nog even snel ontbijten. Afgelopen dagen eet ik brood met aardbeien en bosbessen en dat soort dingen erop. Dus ik heb even wat brood eruit gelegd. En terwijl dat ontdooit, ga ik even koffie zetten. Ik heb even geslapen. Ik voel me eigenlijk heel veel beter. Beetje hoofdpijn, gewoon heel moe. Maar ik hoop dat wat eten daar een beetje verandering in brengt. We hebben nog wat leftover spaghetti, die ga ik eten. En als ik daarna nog honger heb, we hebben ook nog wat restjes. We hebben eergisteren gekaasfonduut, dus we hebben nog wat gebakken champignons en dat soort dingen over. Dus als ik daar nog zin in heb, eet ik die daarna. Maar ik ga eerst hier maar beginnen. Het is bijna 2 uur, dat betekent dat mijn werkdag erop zit voor nu. Ik heb op woensdag altijd een soort middag vrij en dan moet ik vanavond weer werken. Dus ik ga even de beelden die ik heb opgenomen vandaag in mijn computer laden, terwijl ik een ijsje eet. Ik wilde eigenlijk heel graag even stofzuigen. Afgelopen week, nou ja, mijn vriend en ik hadden allebei corona, dus we hebben gewoon vooral in bed gelegen. Maar ik denk dat ik gewoon weer op de bank ga liggen. Ik heb echt hoofdpijn, ik ben moe. Dus ik ga gewoon kijken of het dadelijk lukt. Of anders morgen of een andere dag. Ja, het is niet anders. Kijk nou, allemaal poes.
Het moet maar even wachten. Ik wil eigenlijk nog even iets eten. Maar ik wil haar niet wakker maken. Ik ga het toch doen, poesje. Ach, toch, poesje. Ik ga toch even wat paracetamol nemen, aangezien ik daar nog moet werken en de hoofdpijn niet echt overgaat. En dan moet ik zo even bedenken wat we gaan eten vanavond. Omdat we allebei ziek waren, hebben we niet echt bedacht wat we de hele week gaan eten. Normaal maak ik iets van een weekplanning en dan weten we elke dag wat we nodig hebben en wat we gaan maken. Maar we hebben nog wel gewoon wat losse groenten, dus ik ga kijken of ik daar nog iets mee kan doen. Maar ik heb nog geen idee eigenlijk. Ik ben inmiddels weer even aan het werk. Zoals je kon zien is het curry geworden. Die heb ik gegeten. En ik heb vanavond ook nog een intervisie. Die is aansluitend op de chatavond. Dus het is best een late avond wordt het zo. Als ik nog iets ga eten en drinken, dan zal ik dat nog filmen. En ik zal het nog hier neerzetten. Maar ik geloof dat ik ook al super veel heb gepraat. Ik heb alle beelden even op een groepje gezet. En ik heb ook echt al een kwartier aan materiaal wat ik al geknipt heb. Dus qua praten laat ik het even hierbij. Mocht je verder nog vragen hebben of je wil iets zeggen, wat dan ook, laat het gewoon weten in de reacties hieronder. En je kunt ons verder altijd vinden op praatbimmy.nl. En dan wens ik je voor nu een goede avond toe en dan tot de volgende keer.